Hallo, vandaag wil ik iets vertellen over ergonomie in de tuin. De meeste mensen zeggen soms van ja, ik heb wel pijn in mijn rug, ik heb heel de dag in de tuin gewerkt, ik kan maar een paar uren of een uurtje in de tuin werken. Ik ga wat tips proberen geven om dat te verhelpen. Eerst en vooral is het heel belangrijk dat je heel goed gereedschap hebt. Ik heb hier een tuinhak. Dat is mijn lievelingswerktuig momenteel in de tuin. Dat is iets heel licht. Het materiaal mag ook niet te zwaar zijn, want dan ben je het ook alweer aan het heffen. Het gaat niet alleen over je rug, maar het gaat ook over je schouder en over je nek. Ik heb hier wat onkruid staan tussen mijn aardappelen. Ik ga ervoor zorgen dat ik ook niet aan mijn aardappelen raak. Maar met deze tuinhak, heel lange steel, ligt heel licht in de hand en heel goed in de hand. Belangrijk is dat hij lang genoeg is, want hoe korter, hoe meer dat je moet vooroverbuigen. En dat is ook niet goed. Je doet dat wel automatisch soms, je vooroverbuigen, maar je moet er toch proberen op letten. Best van alles sta je met één been naar voor en een ander been naar achter. Dus in een goede, stabiele houding. En dan kan je eigenlijk beginnen. Hè? Je pakt die stok, die steel, heel goed vast. Niet zo, maar ik pak hem niet gekruist, maar mijn één hand wijst naar boven en mijn andere hand wijst naar beneden. En zo kan ik beginnen. Ik voel daar niks van, niet in mijn schouders, niet in mijn rug. Ik moet mij niet bukken. Nee, is het een beetje verder, dan ga ik zelf ook wel die steel wat gaan verlengen door mijn handen te gaan verplaatsen. Op die manier, als het heel droog weer is dat wel gemakkelijk, omdat je dan eigenlijk het onkruid dat er is kapot ziet. Je gaat het eigenlijk van boven gaan leggen, het gaat uitdrogen en je bent er vanaf. En zo kun je heel vlotjes een rij afgaan. Opletten natuurlijk dat je niet tussen je aardappelen zelf zit. Wat ik het best vind, ik werk het liefst van al naar mij toe. Dus als ik nu te ver moet gaan, voel ik al van, ik ga mijn ellebogen gaan belasten. Dus ik ga voor deze lijn, ga ik eigenlijk langs deze kant werken. Je ziet, dat is eigenlijk heel vlug gedaan. Het werk is al geleden dat ik dat gedaan heb. En bij aardappelen is dat niet zo erg. Dat er wat aarde overvalt over de aardappelen zelf. Voilà. Gaan we nu gewoon gaan draaien, zodanig dat ik de andere kant doe, van de andere voor. Ik laat dat liggen. Ik ga dat niet gaan oprapen. Ik laat het liggen, ik laat het uitdrogen. Dat zijn heel kleine stukjes plant. Je kan dat inderdaad gaan oprapen en zo. Maar daar begin ik nu niet aan. Ik ben al blij dat het niet groter kan worden. Het gaat morgen beginnen regenen. En dan denk ik dat die kleine plantjes heel snel gaan groeien. Als het te lastig is, kun je veranderen van houding. Kun je een keer op je andere schouder gaan. Al naar gelang dat het nodig is. Je ziet, ik heb me nog geen enkele keer gebukt. Moest ik dat niet hebben, dan zou ik op mijn knieën moeten gaan zitten. Zou ik moeten voorover buigen enzovoort enzoverder. Wat dat eigenlijk voor mijn rug al niet goed meer is. Je gaat eigenlijk heel vlug vooruit met heel goed gereedschap. Dat eigenlijk niet zoveel kost. En wat dat je een consultatie met een kinesist gaat u op termijn meer gaan kosten dan de aanschaf van goed materiaal in de tuin. Thank you.